President Santokki heeft gisteren de Haitiaanse gemeenschap in verschillende kerkgemeenschappen bezocht. De bezoekers zijn samen met belangenbehartigingsorganisatie Team Haiti onder leiding van ondernemer Sean Saya Mixon belegd. President Santokki erkent de uitdagingen, maar haalde aan dat die pas overbrugd kunnen worden als een ieder samenbundelt. Het staatshoofd heeft een beroep gedaan op de belangenbehartigingsorganisatie om mensen te registreren die in aanmerking willen komen voor grond om aan landbouw te doen of een woning willen opzetten. De Vereniging van Anesthesiologen in Suriname heeft aangegeven dat essentiële anesthesiemedicatie niet voorradig zijn. Het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, zegt op basis hiervan dat zij haar uiterste best doet de gemeenschap te voorzien van de nodige medicamenten. Inmiddels heeft een deelbetaling plaatsgevonden van de anesthesiemedicatie, waardoor het tekort hopelijk binnenkort kan zijn opgeheven. In de samenleving zijn er enkele geluiden als zou dochtermaatschappij Staatsolie Power Company Suriname, SPCS, veel te hoge elektriciteitsprijzen hanteren. In een persbericht geeft het bedrijf aan dat de prijs voor elektriciteit wordt bepaald door enkele componenten. Zo moet er rekening gehouden worden met de prijs van thermische energie, welke bepaald wordt door de olieprijs. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de prijs van waterkracht. Staatsolie benadrukt ook dat zij marktconforme prijzen hanteert.